Bilaterale betrekkingen met Cuba en Nicaragua worden verdiept, aantal ingezaaide paddy-arealen toegenomen en ongewoon vroege uitbraak dengue in Vietnam. Goedenavond, dames en heren. Het journaal van de STVS op maandag 14 augustus. Suriname geeft meer invulling aan de bilaterale betrekkingen met Cuba en Nicaragua. Dit gebeurde tijdens het bezoek van de ministeriële delegatie die is meegereisd op de inaugurele vlucht van Fly Always. Vandaag werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken een persconferentie gehouden. De delegatieleden gingen in op het bezoek en de afspraken die eruit voortvloeiden. Direct kenbaar gemaakt de wens van de Cubaanse autoriteiten om de minister van Buitenlandse Zaken en waar nodig overige delegatieleden nog te ontvangen. Heel spoedig officieel verband, staatsbezoek dan noem ik het, officieel werkbezoek om het te corrigeren. We hebben verder ook een kandidaat voorgedragen voor de Caribbean Heroes Park, welke gelanceerd is geworden in 2014 op de CARICOM Cuba Summit. En voor Suriname is dat geworden Anton de Kom. We hopen dat dus ook deze held van ons daar mag gaan preken op het park, welke door Cuba nog zal worden ingesteld. Verder is er gekeken naar de mogelijkheden om gericht de productiesector, zijde Suriname, daar praat ik met name over toerisme en landbouw, verder een boost te geven. En wij hebben heel concreet toegezegd dat op het gebied van landbouw wij concreet de nodige projectvoorstellen zullen indienen. De punten die steeds aan de orde kwamen waren onder andere onderwijs, volksgezondheid, handel, sport en cultuur. Naast de rechtstreekse vliegroute naar Cuba en Nicaragua zijn er andere voordelen op diverse gebieden in beeld gebracht. Vooral vanwege de enorme trek van de Cubanen richting het Caribisch gebied, voor toerisme, maar ook voor inkopingspraktijken. We hebben het gezien in Guyana en het biedt een hele mooie gelegenheid aan onze business sector om dus producten aan te kunnen bieden. Maar daarnaast natuurlijk hebben wij onze hotels en ook nog onze eetgelegenheden. Die zullen meeliften met zoveel meer toeristen per week in ons land. Het bedrijfsleven is hoopvol gestemd over de aanpak van de relatie tussen Suriname en de twee landen. Volgens Wilgo Bilkerdijt van het bedrijfsleven is eindelijk het moment aangebroken waarbij de betrokkenheid van de private sector naar een gewenste niveau is gebracht. En ik moet zeggen dat die samenwerking fijn is. We hebben dus in feite als private sector, we hebben, meneer Hasnu zit ook in het platform van het bedrijfsleven. We zitten ook mee met de AAV erin en de VSB. Die zijn niet vertegenwoordigd geweest in deze trip vanwege andere omstandigheden. Maar het is van belang om aan te geven dat wij dus wel op één lijn zitten met de overheid in deze. En wij kijken dus naar die concrete acties die moeten volgen. En dus zoals ik aangeef, zonder te ver af te dwalen, 21ste vertrekken we alweer naar Nicaragua in een setting waar dus public en private meegaat. Met Fly Always maakt dat je dus als businessman sneller kan moven. Dus die concrete acties komen er. Ik heb net wat data genoemd. En we kijken uit naar de next fase van het concretiseren van al die acties. Minister Robert Penu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakte ook deel uit van de delegatie. Samen met collega-ministers zijn de studiemogelijkheden bekeken en op het gebied van cultuur zijn er toezeggingen gedaan. Ten aanzien van onderwijs zal er ook de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur zullen wij trachten op te tillen van een bachelorstudie naar een masterstudie. Daarbij zal ook voor de Hoger Kunstacademie alternatieve opleidingen komen. Creatieve opleidingen ook voor de kunstenaars. Wij met de Cubaanse vice-minister van Hoger Onderwijs heb ik ook afgestemd dat we op het IOL ook een samenwerking aangaan om de Spaans opleiding op MOB-niveau
zeker met de Cubanen in overeenstemming te doen, zodat ook die opleiding op een hoger niveau komt. En op dit moment zijn wij van Suriname aan zet om meer inhoud te geven aan deze bilaterale samenwerking tussen beide landen. Het laatste ministerie dat in deze heeft geparticipeerd is het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Cuba heeft een rijke ervaring op het gebied van professionele sportbegeleiding die ook voor de Surinaamse sporters van toepassing kan zijn. Het is belangrijk dat we met Cuba een strategische samenwerking aangaan waarbij we onze topsporters ook kunnen laten mee participeren in deze settings. Verder zijn we vanuit het ministerie, kijken we ook naar de vergroting, een betere aanpak van de breedte sport. Daar heeft Cuba ook een programma voor ontwikkeld, welke we ook hebben bezocht. Por la Vida. Dat kunnen we zeker gebruiken om ervoor te zorgen dat de verschillende doelgroepen, senioren burgers, mensen met een beperking en kinderen in de gewone buurten, dat die ook aan beweging komen. Meer hierover morgen in het actualiteitenprogramma Mantin Taki. LVV-minister Suresh Algu zegt dat het redelijk goed gaat met de rijstsector. Hij zegt dit omdat er een stijging te zien is van het aantal ingezaaide arealen voor dit seizoen. Volgens Algu is dit aantal in 20 jaren niet zo hoog geweest. Nou, wanneer we praten van dit seizoen, zitten we op ietsje meer dan 34.000 hectare. Inbegrepen dan van Nikeri, Koroni, Saramaka. Wat wel zeer positief is, dat een van de grote landbouwers toch wel op 1600 hectare zit op Saramaka. Dus dat is een behoorlijke bijdrage aan de productiekant. Maar verder, wanneer we kijken richting Nikeri, dan zien we dat de meeste arealen van de kleinlandbouwers, en dan praten we om bij 99% van de kleinlandbouwers hebben ingezaaid. Waar toch wel wat minder is ingezaaid zitten bij de grote landbouwers of grootlandbouwers. Daar is niet alles ingezaaid. Maar totaal komen we dan op 34.112 hectare voor dit seizoen. En wanneer we praten van 2017, dan zitten we iets van 64.000 hectare. De inzaaiperiode van paddy is in mei begonnen. In verband met de zware regen had het ministerie de inzaaiperiode met een week verschoven. Volgens Algo hebben de meeste kleine boeren ingezaaid. Landelijk zijn de cijfers flink gestegen. De bewindsman verwacht een hoge productie na de oogst van augustus en september. De LVV-minister zegt verder dat de regering enkele maatregelen heeft getroffen om de productie- en exportcijfers van paddy en rijst te doen stijgen. Algo gaf een overzicht van de afgelopen jaren vanaf 1980. Nou, wat ik wel kan aangeven, dat qua productie in 1984 was het om en bij 301.000 ton. En we verwachten dit jaar dichtbij 292.000 ton. Over de export zei ik ook van het hoogste wat was geëxporteerd, dus ietsje meer dan 100.000 ton. Dat was in 1986 geweest en daarna vanaf 2015 tot heden zitten we meer dan 100.000 ton weer wat betreft export. Dus dan ziet u dat er was een periode waarbij de productie, aantal ingezaaid areaal laag was, maar ook de productie laag was. Wat we wel hebben nu opgemerkt dat de productiviteit, dus de productie per oppervlakte, behoorlijk is gaan stijgen. Dat komt vooral qua de bemesting wat men hanteert. Men gebruikt ook vooral de micro-elementen in hun areaal. En daarnaast ook niet alleen ureum, maar die P en K, dus fosfaat en kalium, wordt ook toegediend. Vandaar dat de productie zeker is gestegen. En die waterhuishouding, noem maar op, alles die sowieso een rol speelt bij de productie. Tot zover de LVV-minister Suresh Algu. Er moet nieuw leven geblazen worden in de Surinaamse Vereniging van Journalisten, de SVJ. Ongeveer een week geleden is er een discussie op gang gekomen onder journalisten
over de legitimiteit van het bestuur en de voorzitter van de SVJ, Wilfred Lewin. Lewin, die demissionair voorzitter is van de SVJ, zegt dat hij de discussie gezond vindt, maar is wel ontstemd dat hij als discussiepunt wordt gezien. Mijn probleem is dat het moment waarop het gebeurt wel verkeerd is gekozen. En daar hou ik aan vast. Omdat het moment, omdat iedereen, ook de mensen die kritiek hebben, precies weten dat ik het met ze eens ben en dat er iets moet gebeuren. Dus toen die kritiek er kwam, heb ik meteen gereageerd op, met een ingezonden stuk om aan te geven van, neem de vereniging over, want ik zit al lang te vragen, dat neem de vereniging over. Overigens, de SVJ heeft niet het alleen recht van bestaan. Dus als de SVJ-leden er niks aan doen en doodbloed en de vereniging bloeddood, dan probeer mij niet aan te vallen, doe zelf wat. Het is allemaal begonnen met een ingezonden stuk bij een medium onder de kop, de journalistenvereniging gegijzeld en in coma geraakt. In dit artikel wordt de SVJ verweten gedragsnormen te hebben geschonden, zoals een niet-legitiem bestuur, schending van het huishoudelijke reglement en dat de statuten niet meer worden nageleefd. Lewin is zich ervan bewust dat deze zaken zich afspelen. Hij zegt dat hij vaker een ALV heeft uitgeschreven en leden heeft opgeroepen om te praten over de situatie binnen de vereniging, maar hij kreeg geen respons. Die discussie van legitimiteit, van bestuur en van voorzitter, die discussie ben ik overstegen, omdat het gaat niet om de persoon of om mensen. Ik kan me wel indenken dat leden en niet-leden zeggen van oké, maar wat je zegt moet wel gedragen worden. Dat ben ik volledig met ze eens. Maar wanneer je wordt omgedragen te worden, toch? En in het veld gebeuren dingen. Overigens wat ik zeg, niets wat ik zeg of wat ik doe, is buiten de statuten of buiten het huishoudelijk reglement of buiten wat de ALV van de vereniging heeft aangenomen. Toch? Zoals ik nu bijvoorbeeld die kwestie van Melkorfwet heb aangehaald. Is een gedocumenteerd stuk dat bestaat vanaf 1992. Volgens leden van de actiegroep binnen de SVJ moet er geen nieuwe organisatie komen voor journalisten. Ze vinden dat er gewerkt moet worden om de bestaande organisatie gezond te maken. Dus ik denk dat we liever de bestaande organisatie sterker maken en van dat punt uit kijken als leden hoe we de gelederen verder kunnen sluiten en als één vuist die splitsing die eigenlijk dreigt te ontstaan voorkomen. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis van de SVJ. Van tijd tot tijd heb je steeds dit soort bewegingen gehad, waar er zeg maar, een nieuwe aanwas is van journalisten. En die botsen zeg maar, met de oude, ik zal niet zeggen de oude garde, maar de gevestigde orde. En dan krijg je dan bijvoorbeeld, zo is de SVJ bijvoorbeeld ontstaan. Ze hebben toen een andere vereniging opgericht om die vorige zeg maar, te vervangen, als ik het goed heb. Maar we willen dat niet. Het moet niet steeds moeten komen van een revolutie of een soort van zeg maar verdeeldheid of iets dergelijke. Laten we deze organisatie versterken, net wat meneer Lid zegt en ook wat de voorzitter zelf zegt. En ook de actiegroep, die zegt dat ook, als ik onszelf zo mag noemen. Ja. Laten we deze organisatie versterken en de gelederen sluiten. Want er zijn inderdaad dreigingen voor de journalistiek, voor de persvrijheid. En we moeten dat serieus nemen. Hoe gaan we de rust terugbrengen, mevrouw Naomi? Hoe we de rust terug gaan brengen door, ik denk zoals de voorzitter aangeeft, er komt een vergadering spoedig. Ik denk als die vergadering spoedig komt met leden en niet leden, dat op die manier er een stap is gezet om de gelederen te sluiten. Maar als de ALV anders beslist, wat is plan B? Nou, dan gaan we het huishoudelijke reglement na wat er is, of welke mogelijkheden erin zitten om toch op een of andere manier te kunnen vergaderen, dat we daadwerkelijk tot een nieuw bestuur kunnen komen. De SVJ-voorzitter zegt dat hij weer een poging zal doen om een algemene ledenvergadering uit te schrijven om uit deze crisis van de Surinaamse Vereniging van Journalisten te komen. Om verandering te brengen in situaties is burgerparticipatie nodig. Vooral om invulling te geven aan de uitvoering van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een van de doelen richt zich op het beëindigen van armoede in al zijn vormen.
Door middel van het houden van een Nationaal Jeugdcongres wil Maisha Neus, een van de initiatiefnemers, jongeren stimuleren om vrijelijk hun mening te geven over diverse onderwerpen. Eigenlijk gewoon kennis uitwisselen. Mensen moeten niet meer bang zijn om te zeggen, of de algemene consensus in Suriname, ach, is verspilde moeite, het is al zo, het is altijd zo geweest, het gaat altijd zo zijn. Het lijkt alsof mensen zich berusten in een situatie waarbij ze geen verandering mogelijk zien of achten. En ik ben van mening dat alles anytime kan veranderen, ook in Suriname. En wij moeten daar als samenleving ook op inspelen. We moeten kritischer worden, we moeten zaken leren analyseren, we moeten onderzoek leren doen. We moeten concreet met stappenplannen komen, et cetera. Dus wij als jongeren, maar niet alleen de jongeren, ook de gehele samenleving, jong tot oud, moet mee participeren. Burgerparticipatie is heel erg belangrijk en dit is een stap om dat te verwezenlijken. Het jeugdcongres is voor een ieder en is niet gebonden aan een politieke kleur of maatschappelijke status. Neus heeft tijdens het eerste congres ook meer inzicht gekregen in het onderwerp armoede. Buurtgroeperingen moeten gaan doen, barbecuen, meer informatieavonden, met mensen moeten gaan praten, kinderen bijvoorbeeld bijlessen geven, met ouders praten over hun opvoeding, net als ze bijvoorbeeld hosselen met een tweede of een derde baantje erbij, dat er misschien een oppas geregeld wordt die eventueel op de kinderen kan letten. Dus zo brainstorm ik in mijn hoofd naar mogelijke oplossingen, maar ja, ik heb natuurlijk de wijsheid niet te pachten, ik weet het niet en er moet natuurlijk eens onderzoek gedaan worden, maar ja, ik vond het wel heel stimulerend voor mezelf in ieder geval. De volgende bijeenkomst gaat over de vierde Sustainable Development Goal, kwaliteit van het onderwijs. Het ontwateringsprobleem aan de Mezenstraat in Paramaribo Noord is verholpen. De straat loopt al jaren onder water en de buurtbewoners hebben vaker hun misnoegen hierover geuit. Na onderzoek is gebleken dat het probleem is ontstaan doordat de buurtbewoners, zonder dat ze over een vergunning beschikken, duikers hebben geplaatst. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, afdeling ontwatering, heeft de illegaal geplaatste duikers laten verwijderen. Verder maken de bewoners zich ook schuldig aan het dumpen van vuil in de Trensen met alle gevolgen. De bewoners zijn duidelijk gemaakt dat ze in de toekomst volgens de regels te werk moeten gaan. De Anton de Kom Universiteit van Suriname en NV Grasalco hebben een overeenkomst getekend. Daarin is afgesproken dat partijen elkaar zullen ondersteunen op het gebied van kennisontwikkeling en natuurlijke hulpbronnen. In dit kader zullen projecten, programma's en andere activiteiten worden uitgevoerd. Grasalco zal de universiteit bijstaan bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van onderzoeksmogelijkheden. Daarnaast zal het staatsmijnbouwbedrijf haar data beschikbaar stellen voor onderzoek en publicatie. De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, zei dat de universiteit in een traject zit waarin jonge wetenschappers de mogelijkheid wordt geboden om wetenschappelijke studies te verrichten. De president-directeur van Grasalco, Sergio Akimboto, geeft aan dat het een bewuste keus is geweest om een samenwerkingsverband aan te gaan met de ADECUS. Met deze samenwerking wil de onderneming een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de universiteit. Het zijn personen met uitdagingen die bijdragen aan verandering. Vooral als het gaat om de uitdagingen van jongeren. Het Surinaams Rode Kruis hield afgelopen week in het Rode Kruisgebouw het regionaal Rode Kruis Jeugdkamp en Jongerenforum. Jonge leiders tussen de 13 en 35 jaar komen bij elkaar om te praten over de regionale uitdagingen. De vertegenwoordiger van het land wordt op het Jongerenforum gekozen. We doen drie verschillende programma's waarbij we aan de ene kant focussen op jongeren die eigenlijk nog niets weten van het Rode Kruis. Dus we proberen hun te prikkelen om te, weerbaar te zijn, om ook educators te worden zoals de andere jeugdigen die al een tijdje met het Rode Kruis meelopen. En heb je ook de andere groep van het Rode Kruis die ook al een tijdje meelopen, die peer educators kunnen worden. Die worden daarin getraind door mensen in het buitenland en mensen die lokaal ook al getraind zijn. En daarnaast hebben we ook een andere groep die, waarbij gefocust wordt op de skills die ze hebben, omdat ze uiteindelijk in een youth forum gaan belanden. En dan hebben ze, moeten ze die skills hebben, zeg maar, om Suriname te kunnen vertegenwoordigen onder andere.
Het thema van het regionale Rode Kruis Jeugdkamp en Jeugdforum is Youth Building Peace. Geweld is niet het eerste middel of resultaat om actie te ondernemen. De actie is om de betrokkenheid van jongeren te stimuleren. After this new camp, we're definitely going to be pushing for more youth involvement, not only at the Red Cross level, but at governance and management levels of our various countries. We really want to see youth have a more positive and a stronger voice in some of the decisions that are happening within our respective countries. We would like to believe that youth can represent youth, and we do have a voice, and we do have something to say and positively add to our various countries. Gisteren werd het 2017 regionaal Rode Kruis Jeugdkamp en Jongerenforum afgesloten. 8 Caribische landen deden mee. En vandaag wordt de geboorte van Krishna Janmashtami herdacht. Een hindoefeest met veel muziek, toneel, zang en dans, waarbij de verjaardag van Krishna wordt gevierd in tempels. Krishna wordt gezien als de incarnatie van God Vishnu. Incarnatie betekent belichaming, mens en vleeswording, verpersoonlijking. Het voorlezen uit de Bhagavad Gita, een leerdicht van Sri Krishna, staat centraal. Op Krishna Janmashtami worden diensten gehouden, waarbij verhalen uit het leven en de leer van Krishna worden voorgelezen. Pandit Meetan Jarbandhan gaat in op deze materie. U weet dus dat het hindoeïsme monotheïstisch is, maar wanneer de ondeugd eigenlijk zich vermeerdert, dan daalt het goddelijke in de vorm van een mens, een dier of half mens, half dier op aarde. En zo heeft dus dan God Vishnu zich geïncarneerd in de vorm van Sri Krishna. En op maandag 14 augustus vieren wij dus dan die incarnatie van Bhagavan Vishnu in de vorm van Sri Krishna. De viering in Suriname is meer in de tempels. Ja. Er wordt dus dan een dienst gehouden. Zoals u dat vandaag heeft ervaren. Er is een pandiet die zit op het altaar. Er wordt een katha, een preek gehouden over het tevoorschijn komen van Bhagavan Sri Krishna, de nederdaling van Bhagavan Sri Krishna. Daarover wordt verteld. En er worden zoetigheden geofferd, prasad noemen wij dat. Er wordt aarti gedaan, lichtbeschijning. Er wordt zo'n schommel gemaakt met een murti, een beeld van Bhagavan Sri Krishna, waarop er attributen worden geofferd. Ook in de mandir te Blauwgrond is deze dag herdacht. Dames en heren, meer internationaal nieuws krijgt u hierna te zien in het Wereldnieuws in Beeld. Goedenavond.